Topman Joop Munsterman van uitgeverij Wegener is op non-actief gezet door moederbedrijf Miecom. Truls Velgaard, de huidige topman van Miecom Noorwegen en Polen, is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Velgaard had de directeur en hoofdredacteuren van de regionale dagbladen van Wegener maandagmiddag uitgenodigd. Zij weigeren echter met de nieuwe voorzitter in gesprek te gaan voordat de raad van commissarissen tekst en uitleg geeft over het vertrek van Munsterman.